gewoon het dak open. Heb je gezien wat voor weer het is? Ja, dit is wel genieten hoor. De nieuwe Mercedes SL. Ik vind dit toch wel weer, dit is wel een vreemde auto. Want aan de ene kant heeft Mercedes ook al een SLK. Dus kleiner en ook met 4 cilinders te verkrijgen. De SLS die is veel ruiger, sportiever. Ik zal even mijn zonnebril afzetten, zo vriendelijker. Gooi je even hier in een vakje. Meteen om eens lief. Dit is eigenlijk een hele praktische auto. Alles is doordacht. Noem even een klein voorbeeldje. Besteden we normaal nooit aandacht aan. Maar de ruitensproeiers die zitten nu geïntegreerd in de ruitwisser zelf. Dus in het rubber zitten allemaal kleine gaatjes. En hij spuit dus heel weinig water. En daarmee wordt die ruit schoon. Maar daar gaat het natuurlijk niet om bij deze auto. Dit is nou ja, de auto voor dit soort contraien. Gewoon genieten in alle rust van alle comfort, power, alle goodies die je aan boord hebt. Dit is sowieso een auto met veel goodies. Natuurlijk een navigatiesysteem, een briljant geluidssysteem wat ik nou eigenlijk niet kan laten zien of laten horen. Dat gaat best wel uit. Ze gebruiken de holtes in de carrosserie voor ja, de basspeakers. En je voelt dus, als je lekker hard zet, dan voel je ook zeg maar, die carrosserie een beetje meetrillen. De styling is eigenlijk wel een beetje behoudend. Het is niet heel spannend, maar hoe langer ik naar kijk, hoe mooier ik hem wel begin te vinden. Het lijkt wel een tikkie te veel op de SLK, maar vergeleken met de SLK, in de SL eigenlijk alleen maar dikke motoren. Het begint bij de 350, dat is een V6 met 300 pk. Wij hebben de SL 500, dat is die nieuwe V8 met 2 turbo's. Ja, wat een snoepje, 435 pk en 4,6 seconden naar de 100. Zou je denken, het is een roadster, SL die staat voor sport en light. Nou, dat zal allemaal lekker sportief rijden. Nou, nee, dat niet. We hebben op zich een instelbaar onderstel, maar als ik die op sport zet, dan is het nog steeds lekker deinerig, lekker comfortabel. Het gaat wel heel hard hoek om hoor, daar gaat het niet om. Maar dit is nog niet die ruige versie. Dan moeten we toch even wachten tot de AMG's. De nieuwe SL die is tot 140 kilo lichter, ondanks dat de vorige versie al aluminium deuren had. Nou ja, dat is een beetje zeggen dat Erika Terpstra zo lekker is afgevallen en dat ze er nu zo slank uitziet. Dit blijft gewoon een zware auto met heel veel goodies erin. Maar ook het interieur, ja, waanzinnig afgewerkt. Overal leer. Ik heb een houten stuurtje. Ja, dat is een beetje camp natuurlijk. De SL is er als 350 vanaf iets meer dan 104.000 euro. Nou ja, volgens mij is dit zo'n auto die niemand standaard koopt. En eigenlijk ook bijna niemand die instapper koopt. Hoewel die prima vooral voldoen. Eigenlijk wil je gewoon lekker die V8. Ik bedoel, dit is gewoon een briljante motor. En als je hem eventjes iets ruiger wil, dan moet je echt wel even wachten op de AMG's. Want ja, we hebben wel een ESP-off knop. En dan kan je op zich een klein beetje driften. Maar als het iets te ruig wordt, als je echt gaat glijden. Ja, nu gaan die achterwieltjes lekker roken en dan sta ik helemaal dwars door die bocht. Dan grijpt hij in. Sterker nog, het veiligheidssysteem Pre-Safe, wat ja, meet of je wellicht zou kunnen gaan verongelukken, die gaat dan al voorzorgsmaatregelen nemen. Dus dan gaat bijvoorbeeld het raam al dicht en trekt hij de gordel alvast aan. Hoewel de SL meer dan snel genoeg is, is het vooral een auto voor mensen die comfort zoeken. Want dat biedt hij een overvloed. En die zich niet willen ergeren aan allerlei kleine dingetjes die wellicht bij cabrio rijden horen. We hebben gewoon een hardtop, optioneel met glazen dak, wat je dan weer zou kunnen verduisteren als je dat opzichtje ook aanvinkt. Dat fout ook weg in de kofferbak. Maar die kofferbak die is ja, gewoon goed ontworpen. Kijk, zonder handen. Er passen precies twee koffertjes in die je ook in je handbagage zou kunnen meenemen. Het draagt er gewoon bijna niet op, hè? Dat is, mij doet het gewoon. Dus ja, dit is de ideale auto om gewoon bij je tweede huis te zetten in, nou ja, noem eens wat, Malaga, Marbella. En als je dan moeders de vrouw af en toe even thuis laat, dan kan je er gewoon lekker een beetje mee gaan driften op bergweggetjes. Of bijvoorbeeld even een tunnel induiken. Zoals wij nu ook gaan doen. Schakel je even terug naar, nou laten we eens naar z'n twee gaan. En dan
Woehoe!